Het is wel een mooi woord, dat wel. Evilness is wel een mooi woord, ja. Hi, ik ben Monique Hendricks. Ik ben actrice en ik ben lid van Evilness. Wat ik graag zou willen zien is ja, dat verhalen uit alle hoeken van de samenleving tevoorschijn komen. Want ik heb het idee dat dat nu eigenlijk, ja, dat het voor geen meter mengt. Snap je? Dat ik gewoon dingen opzoek die ik prettig vind, die voor mij comfortabel zijn. Maar soms moet je uit je comfortzone om de verhalen te horen. En dat wil ik wel, maar dat doe ik te weinig. En dat vind ik jammer. Want daardoor blijkt dat dit soort dingen nog nodig is. En dat EVNS nodig is. Het is wel een mooi woord, dat wel. Evilness is wel een mooi woord, ja. Ik heb zelf eigenlijk het idee dat ik alle ruimte heb gekregen die ik wilde hebben en die ik zocht. En daar dank ik alle vrouwen op mijn blote knieën voor die dat voor mij hebben bevochten. Maar ik gun die ruimte ook aan andere vrouwen. Sommige meisjes hebben die voorbeelden niet om zich heen. Dus dan is het nodig dat er op tv wel een platform voor is. Ik heb een heel goed voorbeeld gehad. Mijn moeder kwam alleen te staan toen ze 40 was met 3 kleine kinderen. En die heeft toch ervoor gezorgd dat mijn zus en ik sterke vrouwen zijn geworden. En mijn broertje een sterke man. Ondanks de weerstand die zij heeft ervaren in haar leven, toch haar ruimte heeft gevonden en ingenomen. Ze is weer gaan studeren. Ze wilde naar Amsterdam. Dus ze heeft heel erg de weg gezocht. En dat zoeken van die eigen weg, dat is het beste voorbeeld wat je kan hebben. Je moet je niet schuldig voelen om die plek in te nemen. Weet je waar ik ook behoefte aan heb? In bijvoorbeeld debatten met vrouwen die wel deskundig zijn. Zoals bijvoorbeeld Hedy Dancona, waar ik heel veel van geleerd heb in het bestuur van ACT. Vrouwen als Beatrice de Graaf bijvoorbeeld. Ik hou van dat soort vrouwen en ik hou ook van dat soort debatten, maar er is bijna nooit tijd voor. Vaak in die talkshows zitten veel te veel mensen, zodat de tijd verdeeld moet worden. Ik zou ook heel graag een keer een advocaat spelen die dat kan. Die een pleidooi kan houden van A tot Z, wat je helemaal volgt, wat emotioneel is, maar tegelijkertijd precies getimed. Ik vind dat knap. Ja, het is gewoon fijn om sterke vrouwenrollen te mogen spelen. En ik heb daar gelukkig geluk mee gehad. Maar die liggen niet heel erg voor het oprapen. Ik heb behoefte aan verhalen die rauw zijn en die echt zijn. Ja, dat het zaak is dat we elkaar blijven zien in alle eerlijkheid, zeg maar. De zwaktes en de kracht. Het gaat er niet om dat er alleen maar sterke vrouwen zijn, want soms zijn sterke vrouwen heel vervelend. Want er wordt soms zo gefocust op de sensatie en op het drama en op het probleem. En daar hou ik niet van. Ik wil verder kijken dan het probleem. Het is tijd dat iedereen zijn verhaal mag vertellen. Uit alle hoeken. Alle verschillende perspectieven. Dus word lid. Maar dat was wel een goeie. Ja,